Ik denk dat Louis nog het meest teleurgesteld is in Memphis. Want die heeft het gevoel dat Memphis hem heeft laten zakken. Ik zou, als ik hem was, nu wel stoppen met gewicht heffen. Ik vind het nu wel leuk geweest. Nu is het goed. Ja, een beetje een kooifighter worden. Ja, nu is het goed. Maar hij gaat nu toch ook trouwen? Hij wordt nu toch heel serieus en zo met dat meisje die, geen idee, van die presentator. Ben jij dan serieuzer geworden toen je ging trouwen? Een stuk serieuzer. Ja, ik zit hier al mijn leven bij jullie inmiddels. Dus, maar een beetje ingetogener wordt hij dan toch? Dat is toch altijd, Wil Curver had dat bedacht of Johan Cruijff vroeger? Of was het Kees Rijvers die zei dat je altijd moest trouwen? Zo vroeg nee, Kees Rijvers zei altijd van zo vroeg mogelijk trouwen. Want dan heb je een gezin en dan zijn die wilde haren weg. Dan hoef je niet meer 's nachts de stad in. Wat natuurlijk een misvatting is. Want Kees Rijvers die zat over elkaar, maar verder geen enkele voetballer. En hoor je dat? Curver zei altijd dat zeikertjes en kutjes die krijgen dochters. Oké. Ja, je hebt alleen maar dochters, toch? Ik heb twee dochters. Ja. Ja. Toen zei Lex Schoenmaker, die zei tegen Curver een keer van... jij voelt mij toch zo'n zeikertje? Hij zegt ja. Hij zegt, nou, ik heb mooi twee zoons. Ze zegt Curver, die kunnen niet van jou zijn. Dat werd wel gewaardeerd door Lex. Ja. Toen was Lex ook stil, zeker, of niet? Ja, maar Curver kon dat zeggen. Ze kenden hem. Ja.